Ja, die bromtoon, dat laagfrequent geluid, die ham. Dat is echt een dubbelloop ding. Het beschermt me, maar tegelijkertijd is het ook gewoon een test. We moeten echt de frequentie hoog houden en die bromtoon, die maakt dat echt alleen maar lastig. Ja, nou zijn er steeds meer mensen die een spirituele pad bewandelen en dan praten over een bromtoon die ze horen. Het is zo'n bromtoon is dan in één keer 24/7 bij je. Die ga je echt niet alleen horen in je meditatie of wanneer jij er zin in hebt. Het is echt meteen een zwaar ding tegelijkertijd ook. Je staat zo alert. Echt op de na blijven nadenken wat jij doet met de emoties. Er hoeft maar dit te gebeuren. Nou heb ik het al 5 jaar. Dus ja, ben ik wel getraind op mijn emoties. In ieder geval in het uiten met gesprekken. Ja, de duivel die blijft dingen proberen. Mensen die hebben echt niet door dat de duivel echt hier op aarde is. Om de hemel maar weg te houden hier op aarde. Maar het is echt, de energieën die zijn al zo hoog. Demonen die kunnen niet op die hoge frequenties. Het is echt een spiegeljaar met het agenda wat ze gewoon neer hebben gelegd. Dit hier al, dit nu, die demo's nu bij Museumplein. Het is gewoon een herhaling van vorig jaar bij Museumplein. En er zullen wel mensen tussen zitten die vorig jaar er ook al bij waren. En nu allemaal nieuwe mensen ertussen. Maar echt, die bromtoon, zodra je die gaat waarnemen, krijg je gewoon de ziel van God. Die krijg je in je hoofd. Mensen die zoeken met die ziel, denken ze dat het op het voorhoofd terecht komt en zo. Maar hij komt in je hoofd en komt daarna, vanaf binnen gaat hij. Maar dat is echt pas wanneer het zover is. Het zijn, iedereen wordt getest nu, er is nu één grote IQ-test bezig. Iedereen die is aan het falen. Niemand komt dichter bij God, maar is alleen maar met hun ego en met het opstandige bezig. Langzamerhand is iedereen gewoon een voetbalsupporter aan het worden of zo. Een beetje, ja, dat zeg ik ook verkeerd. Het is natuurlijk maar een kleine groep die hooligans zijn. Laat ik het hooligans noemen. En het wordt dan opgefokt, hè, want er zitten gewoon Romeo's zitten ertussen. Control opposition loopt er ook nog eens tussen, dus die beïnvloedt ook nog mensen. Iedereen moet maar opgejaagd zijn en bezig zijn. Ah, in ieder geval, ik ben wel echt klaar met mensen die doen alsof ze al jaren een bromtoon hebben. Zeker als ik die mensen ken en iedereen die weet van mij met de ham. Hoe verschrikkelijk het ik ook heb gevonden de eerste paar jaar. Dus als jij een bromtoon had, dan had iedereen dat in jouw omgeving geweten. Ik ben wel echt klaar met mensen die liegen en je hebt niet alleen mensen die vals licht verspreiden, maar ook mensen die doen alsof ze heel erg spiritueel zijn. Maar hun acties laten ook gewoon zien. Dat ze dat totaal niet zijn. En als zou je ze daarop aanspreken, dan hebben ze natuurlijk wel weer een antwoord klaar.
is echt, gisteren kreeg ik echt gewoon weer. Ja, ik word dan vanochtend wakker ermee, man. We hebben een energielichaam in ons. Maar die is echt helemaal verdeeld onder onze chakras of zo. Of onze. Het is uit elkaar gehaald, maar onze chakras die hebben het opgeslagen. Of die hebben dingen onthouden en opgeslagen of zo. En ja, de chakras, de plekken waar ze zitten en zo. Dat is gewoon anders nu we naar het 12 chakra systeem gaan. Echt mensen die bijvoorbeeld, ik noem deze maar gewoon even, mensen die bezig zijn met de plek waar de thymusklier zit. Die klier, die doen niks anders als dat die een ontvanger is en dat dan naar je hart zendt. En het is een beetje een ontvanger van al je chakras. En dat is dan connected naar je hart en connected naar ja, met je gedachten. Zeker als jouw hart en je denken, dat voelen en dat denken één is. Dus op zich heeft de thymusklier niet echt een locatie die ertoe doet of waar je op moet focussen of zo. Wanneer je focust op je keelchakra, dan hangt je thymuschakra aan de onderkant. Wanneer je focust op je hartchakra, zit die verbinding bovenop je hart. Als je je rootchakra doet, dan hangt die eronder alsof je de grond intrekt of zo. Maar uiteindelijk is het gewoon ons lichtlichaam waar je deeltjes van voelt. En als je, ja, ik ontvang dan die frequentie en die ontvangt iedereen. Ga ik vanuit. Alleen niet iedereen waarneemt hem. Maar mensen die wel de bromtoon, de halm, het laagfrequent geluid, die het waarnemen. Die gaan er vanzelf, wanneer ze ermee gaan resoneren, niet bang zijn, niet ernaar zoeken. Dat ze een goed iets gaan zien als de frequentie van God. Als je hem dan in je thymus, als je hem echt in het midden van je hoofd kan brengen, lijkt dan bij pijnnieuw plan. Ja, dan kan je pijnnieuw plan, die kan het door je lichaam heen brengen. Er komt echt een trilling dan. Echt je pijn je plant en je thymusklier activeert of zo. Dus jij kan dan voelen waar je de trilling wil hebben. Daar komt hij dan ook. Uiteindelijk trilt alles los of zo en dan komt echt het licht dat komt vrij. Ja, dat licht dat zal eerst in je hoofd zitten. Als je ogen dicht doet, zie je overal licht. Ja, dat zakt dan naar beneden toe. Door het hele lichaam heen. En als jij het door het hele lichaam heen kan doen, en je kan het ook weer naar je hoofd brengen. Ja, dan kan je naar inner earth, dan kan je naar je reïncarnaties, dan kan je naar. Ja. Dan ga je naar die Askid Records of die bibliotheek. Ik ben naar mijn eigen bibliotheek in gegaan. En daarna gebeuren er gewoon dingen. Zoals, ja, doordat ik in die witte arena terecht kom. Dat ik ook wel steeds meer begin te zien. Dat ik alles wat ik leer, dat hoef ik niet aan anderen te leren of zo. Dat is niet mijn opdracht. Maar als iedereen zo verloren is, er gaan sowieso 144.000 gaan naar mij. Sowieso, dat is echt het minimale, dat gaat mee. Want die gaan uiteindelijk allemaal die ziel hebben.
Ja, er moeten toch wel meer mensen mee kunnen. Als ze goed zijn, heb ik het idee. Misschien geef ik mensen vals hoop dat ze ook mee mogen en dan mogen ze niet eens mee. Misschien is het gewoon allemaal al beslist. Ja, als het beslist is, dan zou de ham niet tegelijkertijd ook een test zijn om bij mezelf te blijven. Dus we gaan echt. We gaan niet ergens heen. Er komt iets naar ons toe. Omdat dat dichterbij komt, is de vibratie van de aarde hoger, van de zon hoger, van de maan hoger. Als je de zon en de maan ziet, wat voor helo's daar nu van afkomen. Die helo's, die gaan zometeen ook bij ons vandaan komen. Alleen je moet wel iets hebben in je wat die helo's kan zetten daarop. En dat gaat niet met lage frequenties en niet met angst zijn. Wanneer er iets zometeen aankomt, waardoor die shit bij jou naar binnen toe komt, als jij heel angstig bent, dat wat je eruit gaat laten dan, dat is die vage vuur die jou inzit. En bij iedereen gaat het vage vuur zijn werk doen. En daarna is pas Armageddon. En dan gaan we zien wie er nog over is, wie er mee mag. Of wie er nog over is en daarna goedgekeurd gaat worden. Want je kan je wel opsluiten in een of andere bunker van 120.000 miljoen. Denken dat je daar veilig zit. Maar je zal een keer die bunker uit moeten komen en dan ga je beoordeeld worden.